Yo kijkers van Wazaka en welkom bij deze nieuwe Let's Build van natuurlijk Helms. We zijn er vandaag weer met Dennis en vandaag gaan wij bezig om verder te gaan met de binnenmuur. En Dennis! Hallo! Heb je de mensen aan? Ja, we zijn wel een keer. Oké, we gaan lekker bezig, want we hebben nou de buitenste muur helemaal af, zoals jullie kunnen zien. Wat wij een beetje offscreen hebben gedaan is dat wij hier... Oh, lol, er loopt hier een ork. Oké, wauw. Dit hebben we dus even opgevuld. Het is niet echt speciaal geworden, maar het is efficiënt dat je hier naartoe kan gaan. Dus stel je wilt vanaf hier naar de buitenste muur, dan kan je gewoon hier snel langs. En kan je dit hele stuk verdedigen. Dus eigenlijk is het hele buitenste circuit helemaal af en hoeven alleen nog maar naar binnen te bouwen. En dat is best wel sweet, vind je niet, Dennis? Ja, son. You're damn right. Yes, and what are we going to do today, my friend? What are we going today? Go to school. What do we do today? Maar ik heb gezin om naar school te gaan, man. What the fuck, man? Het is een weekend hier en dan ga je praten over school, man. Wat is deze? Wat is jouw probleem, jongen? Ja, wat is deze? Wat is deze? Dat is deze. Gezondheid. Dankjewel. Ik deed expres niet Nisa richting de microfoon. Want ik dacht, als ik dat doe, dan hoorden jullie mij heel slecht. En heb je ook nog een beetje pindakaas gegeten? Ik heb naar pindakaas gegeten dus. Ja, oké. Oh, we moeten nog wel van dat bosstuk, moeten even zelf de pilaren gaan ontwerpen. Want ik zat even te kijken naar je andere kant, maar dat was nog niet helemaal af. Yep. Maar dat hebben we zo gedaan. Ik vind het wel even fijn om een gehele pilaar naar buiten te trekken vanwege de symfonieën vanuit de, vanuit de kunst van het bouwen. Vind jij ook niet, meneer Dennis? Een beetje. En ja, ik ga even mijn microfoon toch wat omhoog zetten. Zo. Ja, op zijn, waarom je zo doen? Het moet gebeuren, Shedre. Moet gebeuren. Maar het schiet nou echt wel op, maar moet hier aan deze kant ook geen poort of zo? Want ik, nee, je had gezegd dat het niet hoefde. Dus, Het kan. Maar we doen het niet, want het is wel geïnspireerd uit de film. It's inspired to make hands deep, but what we do is a little bit different. Yes. To make the defense part easier than the attacking part. Yes. When you are going to attack this fortress, you will be very butthurt. Oh, won't you, my friend? Nou, eigenlijk, ik zou het eigenlijk ook nog over een paar dingen willen hebben, want ik heb me nou wel een keer voorbereid op het bouwen van Helm's Deep. En ik zat even te denken, Dennis. Want jij hebt natuurlijk wel een paar favoriete characters. Ik denk dat jouw favoriete op dit moment wel Thorin Oakenshield is. That's right. Maar wat is jouw meest gehate character uit de film? Vertel dat eens. Welke... Maakt niet uit welke film. Nee, gewoon The Lord of the Rings, The Hobbit. Gewoon uit de Middle-earth wereld. Gehaat karakter, op welke manier van gehaat? Ja, die je eigenlijk denkt van, ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele erge vieze slijmbal. Of, nou, die, dat zijn gewoon een klootzak. Ja, daar heb ik eigenlijk voor twee die ik gewoon een beetje ook ten eerste een nutteloze rol vind spelen in, gewoon in de film zelf. Maar ook gewoon, ja. Eigenlijk een beetje de twee dezelfde types. Dus er zijn Snake van Rohan. En je hebt dan Alfred. Ah, Alfred had alleen echt van die kut humor. Maar de rest, ja. Ja, ik vond op zich, maar die Snake die had niet echt humor of zo. Hij was er meer zo van, ik ben erbij. Ja, ik bedoel, die Alfred die doet gewoon een cold seat, heet dat blijkbaar in het Engels. Die zich verkleedde als een vrouw. Ja, shift it, granny! Ja, yeah, come on, we have to protect our man. No, I'm not coming. Ik kon er wel om lachen, ik vond dat wel een leuke scène, weet je wel, van... En dat hij uiteindelijk dan toch weer dacht van, ja, ik ga ze toch niet helpen, ik ga toch maar weer weg. Ja, maar ik heb het jou eigenlijk nog nooit horen zeggen. Wie is jouw favoriete karakter eigenlijk? Mijn favoriete karakter is denk ik wel Aragorn. Iedereen zal zeggen van, maar ja, hij is ook een beetje het hoofdkarakter van de film, weet je wel.
Ja, dan geef ik je gewoon gelijk in. Maar ik vind Aragorn gewoon vet, omdat hij heeft gewoon heel veel honor, zoals je het in het Engels zegt, oftewel eer heeft hij. Maar ik vind het ook gewoon vet hoe die, dat hij allemaal weer van die dingen achteraf heeft. Dat hij bijvoorbeeld dan zo zegt tegen, die, tegen het spokenleger van, ik weet niet hoe dat plaatsje heet. Weet jij dat toevallig? Waar ze die... Van die cave waar ze dat spokenleger vandaan hadden gehaald. Weet je wel? Ik weet wat je bedoelt. Wacht, ik weet wel hoe die plek heet waar ze er zeg maar in zijn gegaan. Kan ja, het ja, dat is goed. Want daar zijn ze toch ook... Of het was in ieder geval het leger... Dun Arrow. Dun Arrow, ja. Oftewel, die mensen die hadden dan bijvoorbeeld hun eed niet afgelost... dat ze zouden helpen met het verslaan van Saruman of zo. Of Saruman, wat de fuck? Nee, het was zo dat ze hadden een eed beloofd dat ze, zeg maar... zouden de koninkrijk van Gondor helpen in de strijd tegen Mordor. Maar ze hebben het eigenlijk nooit kunnen behalen. Dus ze hebben die eed die ze hebben afgelegd nooit kunnen voltooien. Dus daardoor dat ze eigenlijk als levende doden voortgingen. Ja. En toen ze zeg maar, eigenlijk Aragorn hebben geholpen, hebben ze die eed zeg maar, afgelegd. Dus in ieder geval afgerond. Maar kijk, dat hij dan ook zijn woord houdt, dat is sowieso al van, ik vind hem een respectabel persoon. Ja, dat heb ik met Eddard Stark in Game of Thrones. Maar ja, die vent gaat weer dood, godverdomme. Ja, het zal ook eens niet. Hij gaat altijd dood. Altijd. Hij wordt gewoon gefuckt door iedereen die vertrouwt. Zo is het gewoon. Ja, ik denk ik help hier even. Ja. Maar goed, Eddard Stark moet ook eigenlijk zo'n persoon spelen in de serie. En hij heeft het ook volgens mij puur gedaan omdat hij wist dat hij in het eerste seizoen al dood zou gaan. Toch? Nee, of niet? Nee, ja, je zegt nou Eddard Stark, maar wat is zijn echte naam? Ik weet het niet. Jean Bean. Jean Bean, ja. Ah, ik weet wel dat ik het weet. Ik weet het puur alleen maar omdat er op internet staat er een video van de top 10 deaths van Jean Bean. Om bijna in iedere film waar hij in zit, gaat hij dood. Ja, ik had hem ook in zo'n film gezien, dat was, die is ook nog wel vrij recent, volgens mij is dat Tomorrowland, of niet? Of dat was hij een soort zo. Van generaal of zo, een oorloggeneraal of zo. Science fiction film? Ja, volgens mij wel. Oh, dat was die... Jupiter Assembling. Ja, die. Ascending. Die vind ik, dat vond ik echt een van de mooiste science fiction films die bijna eigenlijk deze periode eigenlijk is uitgekomen, überhaupt. Ja. Je ziet eigenlijk niet echt zulke science fiction films met ruimteschepen en alles. Laatste. Ja, je had volgens mij denk ik de laatste die ik echt mooi vond nog, daarvoor. Dat was van Marvels. Ja, die was ook wel goed, ja. Hoe heet die ook alweer? Die, Met Thor en zo, dat Avengers. Nee. Echt, met echte science fiction met ruimteschepen en alles. Ik weet het niet. Weet je wel, met Groot en met... Oh man, ik weet het wel. Ik weet die film Ik weet ook precies welke film het is. Shit. Ik weet niet meer hoe die heet. Oh, fuck. Dat is kut, hè. Dan weet je niet meer welke filmnaam het was. En dan daarna opnaam. Oh, ja, kut, het was die. Of je zegt daar... I am Groot. Dat was Vin Diesel. Vin Diesel gaat ook een hele rare film uitbrengen, The Last Witch Hunter. Ik denk in één keer van Vin Diesel met de middelen... die heb ik gezien. Daar doen toch heel veel bekende filmacteurs. Weet ik niet, hij moet nog uitkomen. Ik had ook gezien dat er binnenkort een film uitkomt en dat gaat over de Hateful Eight of zo. Wat betekent dat? Dat is er zo'n soort van... Dan komen ze allemaal zo'n dorpie. Oh, sorry, Dennis. Komen ze zo'n dorpie. En dan zitten er allemaal van die mensen in, die hebben allemaal weer bepaalde skills, dat ze fucking pro zijn, dat soort shit. En kunnen... MLG pro. MLG pro, ja. Gewoon die shit. Maar ik vond de trailer er wel goed uitzien, maar ik ben nog steeds heel erg gehyped voor een nieuwe Star Wars film. Ja, ik ook. Ja, ik weet nog steeds niet, want ze zeggen dat alle acteurs die bijvoorbeeld vroeger Leia en Luke en weet ik voor wie allemaal hebben gespeeld, dat die er nou ook allemaal weer in zitten. Maar ik weet echt niet hoe ze eruit zien, want ik zou ze na Star Wars niet meer weten. Eén acteur weet ik, en dat is degene die Han Solo heeft gespeeld. Ja, en Chewbacca, dat is ook best een oude gast, hoor. Ja, maar ik weet ook niet hoe die eruit ziet. Hij heeft volgens mij nog een rol gespeeld in Game of Thrones, die gast die Chewbacca inspreekt. Oh, wel. Een vriendin van mij die zei een keer tegen mij van... jij kijkt ook Game of Thrones. Ja, ik kijk Game of Thrones. Hey, wist je dat, die heeft het lied geschreven van I see fire. Ed Sheeran, dat was hem, Ed Sheeran. Die krijgt blijkbaar een rol in Game of Thrones, maar het zal maar een heel kort rolletje zijn. Oh, echt waar? Echt gewoon puur omdat hij heeft voor mij het eindlied van de Battle of the Fire, of Desolation of Smaug heeft hij gewoon echt verneukt.
Ja. Vergeleken met al die andere nummers vind ik dit gewoon echt, ja, niks. Ik vind Icy Fire, vond ik sowieso echt gewoon, het heeft geen epic iets. Het heeft zo van, het maakt het heel zielig, weet je wel. En... Ja, maar ik bedoel, dat was nou met die van Billy Elliot ook, maar daar zat ook een grote reden achter eigenlijk waarom het zo was. Ja, maar daar was je ook niet vrolijk gewoon... van. Nee, maar ik vond het toch een heel mooi liedje. Dennis, hij heeft ook eergevoel, mensen. Hey. Nou, daarom ga ik weer Kingwars doen, hè. Ja. Tijden we nog voor de opname. Ze hebben, zeg maar, mij net dat op Twitter gezet. Met de Kingwars update account had hij gezegd. Wisten jullie dat er een wedstrijd is tussen Douwe, Leon, Dennis en ja, Samir, weet ik niet of hij nou echt meedeed. Maar dat was zeg maar zo dat wij eigenlijk proberen het grootste fort van King Wars te bouwen. Of het mooiste, of maakt niet uit. Kan ook zijn dat Julian dat wel gaat proberen, want Julian die wil ook altijd wel graag zoiets doen. Weet je wel? Ja. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon laten mij het beoordelen. Maar ik weet sowieso qua detail krijgt hij jou veel punten. Want bij jou is het gewoon, jij kunt zoveel detail in één buurtje van 6x6 douwen. Ik niet. Vooral random, daar ben jij goed in. Ja, dat heb ik eigenlijk ook allemaal van andere mensen wel geleerd, hoor. Dat is niet zo 1, 2, 3 heel makkelijk te doen. Nee joh, dat heb ik zelf met stoombeelden. Kon ik eerst ook niet. Ik heb toen Robin heel vaak zien stoombeelden. En ik had, als je dan van die maps downloadde, dat deed ik vroeger wel, van die kastelen, fort of zo. En dan zie je een beetje hoe het allemaal in elkaar zit en hoe ze het bouwen. En daar heb ik het een beetje van overgenomen. Soms als ik iets zie, dan kan ik het namaken, maar dat is niet met alles. Ja, ik ook wel bij de meeste. Ik heb toen geprobeerd om dat kasteel van Veen een keer na te maken. Gewoon omdat het er gewoon heel episch uitzag. Ah. Je weet wel, die Dragonholm heet die. Ja, als ik zou dat zo graag willen, drakenstambeelden kunnen maken. Dat lijkt me echt zo episch. Ja, die Chelro die kan dat, van, die vroeger altijd op de Kingdom zat, maar die is ermee gestopt vanwege zijn studie. Hey, ja, hij had er gewoon geen tijd meer voor. Dat is wel jammer, maar ja, goed. Het ligt er net aan wat voor studie je doet. Bij mij is het zo, dat heb ik ook al eerder gezegd tegen jou, in ieder geval rond in hand. Dan, ze hebben bij mij gezegd, als je huiswerk krijgt, dan doe je sowieso al iets verkeerd. Ja. Zullen de meeste mensen denken, hoezo als je huiswerk krijgt, doe je iets verkeerd? Nou, bij mijn opleiding krijg je een lijst, of in ieder geval een planning, en die moet jij maken. Maar wat op die lijst staat, moet je maken onder de schooluren. Niet, zeg maar, buitenschool. Ja, alleen het vak loopbaan en burgerschap. Dus een soort maatschappijleer. Dat kun je nog buitenschool doen, maar voor de rest moet alles echt op school, op school gemaakt worden. Ja, huiswerk, maar dan snap ik dat ook wel. Niet. Ja, het is gewoon vreemd dat als je bijvoorbeeld, ik heb sommige vakken, ik wil het meeste gewoon zelf wel op school doen. Want dan is het zo dat als ik dat op school al doe, dan hoef ik dat thuis niet te doen. En ik heb heel veel, bijvoorbeeld, waar ik ben dit jaar blijven zitten, ik heb het niet gehad. Maar dat ik dan denk van, ja, weet je, ik maak het gewoon lekker thuis en maar sommige dingen wil ik gewoon op school maken. Zoals voorbereiding en uitwerking, en dat kan je beter op school maken, want dan kan je met andere klasgenoten kan je dat even nachecken, weet je wel. Van, oh, zo is het dat, zo is het zus, zo is het zo. Ja. En dan heb je heel snel een goed resultaat wat dan ook goed wordt gekeurd. Ja, bij mijn opleiding is, kijk, je moet zeg maar zelf kijken wat je gaat doen, welke les, meestal. Vooral met de vakleren en alles. En... wat ik nou heb gedaan, maar dat moet ik voor de volgende keer niet doen. Ik heb eigenlijk bijna alle leuke dingen en ook dingen die makkelijk waren al tot aan de herfstvakantie af. Kut, is hetgene wat juist saai en moeilijk is. Of ja, dat komt dan weer na de vakantie. Nee, dat moet ik nou nog maken tot aan de vakantie, tot aan de herfstvakantie. Zeg maar. De rest heb ik allemaal af. Rekenen heb ik af, projectietekeningen heb ik af en weet ik veel wat nog meer. Maar precies het algemeen werkboek, dus eigenlijk hetgeen waar je ook veel tijd aan moet besteden, dat heb ik weer niet. Wauw. Het mooiste was, ik heb één dag aan mijn rekenen, meten en werk gedaan en ik had in één dag tot aan de herfstvakantie af. Oh, nou dat is toch altijd weer positief meegenomen dan. Als je dat eraf hebt, dat scheelt alweer heel veel. Nou, dat is, ja, man, ik ben er een halve dag mee bezig geweest, maar ik bedoel, ik ben wel tot aan, ik was voor 7 weken klaar of zo. 7 weken, ja. Ja, dan is herfstvakantie volgens mij. 6 of 7 weken. Ja, 6 weken had je in totaal bij mij op school. Maar ja, ik weet niet of je een week eerder bent begonnen of een week later. Dat kan ook gewoon. Volgens mij zijn wij volgens mij nog wel eens gelijk begonnen. Ja, ik heb nu al 3. Na deze, zeg maar, als volgende week begint, is volgens mij mijn 4e of 5e week van school. Voor mij ook al. 4e week al.
Volgens mij betekent alleen maar dat het bijna binnenkort mijn verjaardag is. Want 7 oktober is mijn verjaardag. Ja. En jij bent ook binnenkort jarig. Je bent volgende week woensdag, toch? Ja. Nee. De week erop was. Jij bent 7 dagen later dan mij jarig. Ja, maar jij bent volgende week jarig, toch? Of nee. Aankomende... Jawel, het is vandaag de 20ste. Oh, wacht. Wow. Het is nog zondag, hè? Oh, we zijn zo dichtbij. Ik wil zeggen, als je volgende week zou zeggen, ja, je bent volgende week jarig, dan zeg ik, ja, dat klopt. Kom woensdag. Lekker Dennis. En ik ga nou ook een game PC kopen, jongen. Gaat wel wat doekjes kosten. Ja, het is sowieso duur. Als je een goede game PC wilt, dan ben je zeker wel 1000 euro kwijt. En dan kan je alles met shaders op 60 FPS. Dan heb je een hele, hele goede, maar dat vind ik overdreven, 1000 euro. Ja, maar goed, wat doe je anders met je geld? Ik spendeer het gewoon. Af en toe ga ik een keer een drankje doen in de stad. Of ga ik een keer chillen. Maar ja, anders. De meeste mensen die bij mij in de klas zitten, die gaan altijd gewoon een broodje halen in de pauze. Maar die dingen, daar betalen ze 3 euro voor. En uiteindelijk houden ze aan het eind van de maand bijna niks over. Waarom? Omdat ze alles spenderen aan eten en drinken. Nou, en dat probleem heb ik bij mijn werk. Ik geef te veel uit aan eten en drinken op mijn. Ja, maar dat doe ik ook hoor. Dan, bij ons zit het tegenover onze McDonald's, dus dan kan je dat gewoon niet bij ons op het werk heb je gewoon een kantine, daar hebben ze hamburgers, ze hebben kroketburgers, ze hebben sausijsbroodjes, broodjes, eigenlijk worstenbroodjes, ze hebben tosties, ze hebben gebakken eitjes door de week. Dan hebben ze satéetjes, broodjes met van een broodje gezond tot broodje ham, tot broodje kaas, tot broodje... tonijnsalade en weet ik veel wat nog meer. Oeh, tonijnsalade is ook een van mijn favorieten. Nou, alleen bij ons op het werk is altijd zo, een tonijnsalade krijg je altijd niet veel binnen. Dus dat is echt letterlijk, als 5 mensen op 1 dag tonijnsalade hebben, dan is het voor de hele week niet meer te verkrijgbaar. Oeh, dat is wel kut, want ja, tonijnsalade is gewoon heel lekker. Maar tonijn, toen ik de laatste keer keek op, wacht even, ik ga even mijn microfoon ietsjes opzij zetten. Dan de laatste keer, toen ik het hoorde in ieder geval, toen was het zo dat het tonijn nog bijna uitgestorven werd of zo. Uitgestorven? Ja. Dat er veel naar gevist wordt of zo. Ja, het wordt wel heel veel naar gevist, hoor je in de laatste tijd. Maar ja, het is ook zo moeilijk, want tonijn is gewoon zo lekker. Leon. Ja? Nou, in mijn tijd... In mijn tijd was de tonijn nog maar een dubbeltje. Nu betaal je er 3,50 euro voor. Ik ja, maar vroeger verdienden we ook niet zoveel. Ja, vroeger stonden we nog stokken. Negers met stokken. Ja. Precies dat. Oké. Maar hoe gaat het bij jou? Oh, we zijn alweer. Oh, hier. Jongen, we hebben al bijna de hele bocht gemaakt. Het is wel een beetje een hoekige bocht, maar volgens mij is dat niet zo'n probleem. Weet je wat ook leuk is? Dat je de TeamSpeak server hebt gekocht en die doet de hele tijd... Ja, het is alleen vandaag, hè? Maar gisteren had hij dat niet echt of zo. Maar... Het verschilt eigenlijk. Geef je helemaal gelijk. We zitten nu ook op te nemen op de Java TeamSpeak, oftewel de NLG TeamSpeak. Even een dikke shout-out. Ja. Dat het kan. Want ja, normaal kan het bijvoorbeeld wel gewoon op mijn TeamSpeak. Ik heb een eigen TeamSpeak. Het is alleen niet publiek helaas, maar de meeste mensen die ik al ken, die kunnen er ook gewoon op. Het is voornamelijk gewoon bedoeld voor de King Wars afleveringen op te nemen en dat gewoon daar de King Wars community met elkaar kan lopen praten. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Want ik weet nog wel, de allereerste keer dat ik op de server kwam, toen gingen ze me bellen op Skype. Ik zeg zo, heb je een TeamSpeak? Ik ben je zeggen, what the fuck is TeamSpeak? Zo ging dat, echt geniaal was dat. Juist? Ja. Zolang ik het me herinner, volgens mij altijd wel een TeamSpeak geweest. Zolang ik het me herinner. Dat kan ook wel, want eerst had Robin er eentje gehost en betaalde hij toen ook wel aardig wat centen voor. En nou, toen zei hij van ja, ik ga binnenkort weg, want ik moet stage lopen. Kan iemand anders een TeamSpeak hosten? Ja, maar toch ook de server werd toen ook door in één keer door iemand anders gehost? Ja. Door Damien? Ja, nee, niet door Damien. Toen werd het nog gewoon door Alex wel gehost. Door Alex al? Ja. Alex heeft, heeft al heel lang heeft de host. Damien dan echt alleen de server zelf ooit? Die heeft sowieso... Welke Damien? Pyro. Oh, je bedoelt Damon.
Damon, ja. Ja, ja. Damien Damon vind ik hetzelfde. Ja, die heeft het al heel. Die had het toen een tijdje gedaan, maar uiteindelijk wilde hij ermee stoppen. Toen heeft Noah gehost. Oh ja. Maar dat oh, was ja. toen ook maar een tijdje. Ja. En toen zei hij van ik ga stoppen met, met hosten. Ja, ik krijg nog steeds een videokaart van hem. Hey, ja. Trouwens, dat komt wel mooi uit. Ik ga een nieuwe PC kopen. Dus ja, ik maak dat ding gelijk in. Ja, maar ik vond dat toen alleen een beetje vaag. Want die hele. Er was zo'n video op Tease Games. En toen kreeg hij een €200 donatie van Noah. En wij hadden, hoe heet dat? Wij hadden toen nog een host nodig. Wij zochten een host weer. Want ja, onze host had het dus opgegeven. Maar Noah die had dus eigenlijk gewoon gezegd van ja, ik stop met hosten. Maar omdat hij niet genoeg geld had. Maar ondertussen betaalt hij dan wel weer €200 aan Ties. Ja, dat vond ik toen wel een beetje jammer. Maar ja, goed. Ja. Hij moet zelf weten wat hij met zijn geld doet. Hij kiest zijn eigen vrienden. Ja. Maar dan wil hij bijvoorbeeld de laatste tijd wil hij ook wat meer in de community bij ons weer terugkomen. Maar ja, blijft toch wel een beetje voor ons maten na je rij. Kijk, als hij nou net zoals de tekst zegt als die Chinees van Baywatch op Master Movies van lala, ik ben de Chinees. Dan zou ik zeggen, oké, nou wordt het. En nu is het goed. En dan moet hij nog wel zeggen, maar jij hebt grote tieten. Precies dat. Gewoon precies dat, ja. Oké, okay, nice. Het schiet zo lekker op, hè, echt. Oh, je hebt hier een slap neergezet. Oh, ja, ik denk van er is een beetje variatie erin. Nou, dat kan. Zo, gaan we hier nog even eentje neerzetten. En hier. Hier nog eentje. Oh, je haalt hem helemaal weg. Oh, wat is deze? Wat is je probleem, man? Nou, mijn probleem is... Iemand zei tegen mij dat ik in een Turkse... Iemand zei tegen mij... Dat zo. Ik in een Turkse broodjeszaak moest gaan werken. Maar je bent toch nooit van aarde, dus dan kan je niet in een turbrut. Nee, dat klopt. Dit weekend dan ben ik hier in Ava nogal oud. Wie bent u eigenlijk? Ik ben een nood van aarde. Ook soms wel de grappenmaker van de bingo club. Maar dat was in de goede oude tijd. Ja, toen mensen nog aan elkaars vinger trokken. Ja, precies. Dat was een goede oude tijd. Nu krijg je gewoon een dikke stomp in je gezicht en zeggen ze haha. Ja, of dan gaan ze onder je YouTube-comments helemaal vol schelden, wat ik ook wel meer zie, maar goed. Ja, precies dat, ja. Nood van Aris, ik moet je helaas wel mededelen. Ja. De tijd is op! Mijn ja. tijd is op! De tijd is op! Maar ik ben pas 62. Ja, dan moet je maar met pensioen gaan, hè? Want dat altijd. Maar ik heb gehoord dat je in NAVA moet werken tot je 80ste. Want het is al lang weer 85 geworden. Als je 85 bent, dan moet je ondertussen alweer 103 zijn. Dus het houdt ook nooit op met de arbeid. Oh ja, het slaat tegenwoordig helemaal nergens op. Ja, het is allemaal verdoemenis, noemen we dat. Maar goed, ja. Beste mensen van Whatzegger, we houden het hier op. We zijn al best wel weer een stuk verder. Zoals je ziet, de binnenmuur is bijna af. We hebben de buitenste muur is al af. De binnenmuur is nou ook bijna af. En wat we nou... Oh, ik zie hier nog wel één groot gat eigenlijk. Dat moeten we straks even op gaan vullen. Ja, daar zat die, daar zit aan de andere kant zit daar die brug met die deur. Ja, dat klopt. Nice. Maar ja, we zijn echt al bijna bij de, bij de binnenkant. We hebben eigenlijk bij echt de ingang. Ja, dat moeten we uitmaken. Dat wordt leuk, zeg. Waar Aragorn en Theo... Ja. Theoden, samen chargen uit dat gebouw en dat ze dan in één keer over de trappen heen chargen. Ah, charge! Ja, maar goed, in ieder geval vonden jullie dit leuk, doe natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Willen jullie meer zien van dit soort lesbeelds, kan je natuurlijk op mijn kanaal en op het kanaal van Dennis kijken. Linkje van Dennis staat in de beschrijving. En laat natuurlijk even in de comments achter wat jij tot nu toe van Helm's Deep vindt en wat jij zou willen zien op een lesbeeld van als dit straks af is. Ik schat nog... Ik zeg telkens 5-4. Nou, ik denk dat we nog wel 5-4 afleveringen bezig zijn. Deze hoek moet nog worden gedaan. Moet hier nog de binnenmuur worden gedaan, poort en dat soort shit. Maar ik zou de volgende keer gewoon een skilief bouwen. Die staat al uitgepland. Ja, die staat in ieder geval nog op de planning. Dus ik hoop... Nee. Maar die staat al uitgepland. Oh. dat weet jij, hè? Ja. Dat sowieso, maar dat gaan we nog wel zien in die aflevering. Ja. In ieder geval bedank ik jullie voor het kijken en zie ik jullie graag in de volgende aflevering van de Let's Build serie van Helm's Deep. Dus tot de volgende keer. Ciao!